Reuma is een verzamelnaam voor veel voorkomende aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Rheumatoïde artritis is een van de meest voorkomende vormen van reuma, die gekenmerkt wordt door ontstoken gewrichten, met name in de handen. Rheumatoïde artritis is een chronische auto-immuunziekte. Het afweersysteem ziet lichaamseigen cellen als lichaamsvreemd, waardoor er een ontstekingsreactie ontstaat. De oorzaak van dit proces is onbekend. Bij rheumatoïde artritis is er sprake van chronische ontsteking in onder andere de gewrichten. Door de ontsteking worden de gewrichten dikker en stijver. Het bewegen wordt pijnlijker en moeilijker. Het gewricht maakt beweging tussen twee botten mogelijk. Het kraakbeen, dat als buitenlaag bovenop de botten aanwezig is, zorgt voor bescherming van de botten bij beweging. De botten worden met een gewrichtskapsel en gewrichtsbanden met elkaar verbonden. Aan de binnenkant van het gewrichtskapsel zit een dun laagje cellen, het synovium, dat gewrichtsvocht maakt. Dit vocht werkt als smeermiddel en zorgt ook voor de voeding van het kraakbeen. Bij rheumatoïde artritis zijn in de ontstoken gewrichten diverse cellen aanwezig die betrokken zijn bij ontstekingsreacties. De cellen stimuleren elkaar via direct contact of door het aanmaken van ontstekingseiwitten, zogenaamde cytokine. Bij een auto-immuunziekte is de ontstekingsreactie uit balans en ontstaat er een abnormaal hoge concentratie van deze cytokine. Het verloop van rheumatoïde artritis heeft een aantal karakteristieke kenmerken. Het begint vaak in de handen of de voeten, waarbij de gewrichten pijnlijk en gezwollen zijn en soms warm aanvoelen. De ziekteactiviteit kent een variabel verloop en verdeelt zich symmetrisch over de gewrichten. Daarnaast kan er sprake zijn van ochtendstijfheid, vermoeidheid of algehele malaise. Door de chronische ontstekingsreactie in het gewricht groeit het synovium. Het synovium kan zelfs zo ver doorgroeien dat het kraakbeen ingroeit en het bot aantast. Bovendien zorgt de grote hoeveelheid cytokine voor een verstoorde balans tussen bot aanmaak en bot afbraak. De cellen die verantwoordelijk zijn voor botafbraak worden door de cytokine te veel geactiveerd. Hierdoor wordt er meer bot afgebroken dan aangemaakt en raakt de buitenste botlaag beschadigd. Zo kunnen synovium en ontstekingscellen dieper het bot ingroeien. Deze cellen laten bepaalde stoffen vrij die de botstructuur nog verder aantasten. Ten slotte neemt de voedende kwaliteit van de gewrichtsvloeistof door de chronische ontsteking steeds verder af. Met name de cellen van het kraakbeen lijden hieronder. Onbehandelde chronische ontsteking bij rheumatoïde artritis kan uiteindelijk leiden tot ernstig beschadigde gewrichten. Er zijn verschillende soorten medicijnen die bij rheumatoïde artritis worden voorgeschreven. Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals NSAID's en corticosteroïden, verlichten zowel de pijn als bepaalde aspecten van de ontsteking, zoals stijfheid en zwelling. Deze middelen verminderen ook de activiteit van rheumatoïde artritis enigszins, maar voorkomen echter niet de gewrichtsschade. Om de ontsteking en gewrichtsschade te beperken, worden klassieke langwerkende reumaremmers ingezet. Zogenaamde DMARDs. Vaak wordt een combinatie van deze medicijnen voorgeschreven. Een relatief nieuwe soort langwerkende reumaremmers noemen we de biologicals. Zij kunnen worden ingezet wanneer de klassieke reumaremmers onvoldoende aanslaan of niet worden verdragen. Welke therapie het beste aanslaat, verschilt per patiënt. In overleg met uw arts kan besloten worden wat de beste behandeling voor u is.